er zit maar 1 meter in een huishouden. Dat is dezelfde data die we nodig hebben. We hebben maar 1 wereld die we proberen te fixen. Dat is dezelfde data die we nodig hebben. En allemaal vanuit onze eigen rol. En dat komt hier vandaag dus heel mooi bij elkaar. Ja, vandaag is het natuurlijk wel holla van data en energiemensen bij elkaar. Heel veel mensen die data hebben, hebben geen idee waar de markt op zit te vragen van wat ze nodig hebben. En omgekeerd weet de markt meestal niet welke data er überhaupt beschikbaar is en bij wie ze daarbij kunnen komen. In de transitie zie je dat er op een heel fundamenteel niveau heel veel verandert in het systeem. Al ons denken, dat moet vanuit een ander perspectief benaderd worden. En hoe kunnen we nu, denkend aan die toekomstige oplossingen, de vraagstukken nu al beter pakken? Het leuke is dat we niet weten waar we naartoe gaan. Gaan we fouten maken? Zeker. Als je goed met elkaar in gesprek blijft, dan word je alleen maar beter. Samen slimmer met data is samen slimmer met energie. We moeten even wennen aan een nieuw energiesysteem. Vroeger had je een paar grote centrales en die bedienden 14 miljoen Nederlanders. Miljoenen gebruikers krijgen verschillende nieuwe functies. Opwekker van energie of aanbieder van opslag of balanceerder. Wij krijgen zelf heel vaak de vraag, kan je een energie-neutrale wijk bouwen? Maar daar zitten wel echt heel veel andere partijen die daarbij betrokken zijn. Ik spreek namens de netbeheerders en wij delen nog niet zoveel data. En dat is super spannend. De oplossingen voor de vraagstukken in de energietransitie die zijn ook nog niet helemaal gekristalliseerd. Dus een soort van het speelveld waarin we spelen is niet helemaal helder. Dus waarvoor je die data precies gaat gebruiken is ook niet altijd helemaal helder. In de ideale wereld heb je als gebruiker, als beleidsmedewerker, als beslisser, als uitvoerder, kun je makkelijk bij de informatie die je nodig hebt om jouw rol in dat systeem te vervullen. En dus kan je niet alleen vanuit de bouw kijken of alleen vanuit de gemeente kijken, maar je moet het echt in samenhang zien. Uiteindelijk hebben we met z'n allen bij te dragen aan een functionerend systeem. En daar hebben we dan weer een heel datasysteem voor nodig. En hoe we dat kunnen stroomlijnen op een manier die privacy vriendelijk is en veilig is een enorme uitdaging. We staan wel een beetje aan het begin van die volgende stap. Wat moeten we doen? Ja, dat klinkt heel flauw, maar we moeten eerst de energiewet aannemen. En daarna moeten we de stappen zetten om ook andere stukken van die datapuzzel erbij te leggen. Je zit altijd in een bubbel. En hier worden mensen bij elkaar gebracht die je nog nooit eerder hebt ontmoet. En dat geeft vernieuwende inzichten. Ja, wat hier heel leuk is, is dat je hier eigenlijk het hele speelveld op het snijvlak van data en energietransitie bij elkaar hebt zitten. We zijn hier op een heel leuk festival op een schitterende plek trouwens, buiten Utrecht. Deze dag is de start van een proces. Dit is de eerste keer dat we bij elkaar komen om op deze manier te praten over data delen en die matches te maken. Iedereen heeft hier een ander belang in, maar juist door het samen op te pakken hebben we een start gezet. Het creëren van het netwerk en dat mensen bij elkaar komen, dat is gewoon al heel belangrijk. Ik heb nu alweer 3, 4 nieuwe mensen net bij de Coffee Ways gesproken. Ik denk, oh interessant, oh, weet je, er ontstaan gelijk weer nieuwe ideeën en connectie. Ja. Leuke sfeer, open gesprekken. Ik denk dat het helemaal logisch is dat wij in de toekomst met een energiesysteem werken dat alles met alles laat verbinden. En dat we echt een beweging in gang weten te zetten van steeds beter begrijpen wat we allemaal met data kunnen door het goed te matchen met elkaar. Ja, wat mij heel tof lijkt is als we concreet dingen gaan uitproberen in de praktijk. Niet bang zijn om die stap te gaan zetten, maar dat gewoon op 1000 locaties te gaan doen. Want dat moet groter worden. We moeten van die paar plekken waar het nu aan het gebeuren is, moeten we gaan opschalen met elkaar. Ja, zodat we ook voor de toekomstige generaties een fijn en mooi Nederland hebben, waar energie een hele belangrijke speel in het midden is. Ja, daar moeten we echt nog een hele weg in begaan. En dat enthousiasme wat ik vandaag heb gehoord en het samen willen werken, ja, daar werd ik echt heel vrolijk van. Ja, inspirerend, vruchtbaar. Luisteren. Netwerk. Synergie. Interactie. Verbinden. Natuur. Energiek natuurlijk.